tut. Ja, hij doet het. Dames en heren, goedenavond. Goed dat u er bent. Een bijzondere dag, al was het maar omdat er beweging lijkt te zijn in Den Haag. Wat die beweging precies is, dat gaan we u uit het treuren, gaan we dat met u doornemen. Het blijft natuurlijk toch iets opmerkelijks. De Engelse verkiezingen, daar was vannacht de val van mevrouw May. En er moest een nieuwe meerderheid gecreëerd worden. En toen de ochtend daar was, was er ongeveer eigenlijk al een nieuwe regering ongeveer. Zo snel kan het. Zo snel gaat het niet bij ons. Welkom bij de vierde aflevering van de Formatieshow. Voorlopig ook de laatste, maar Den Haag is zo grillig dat we niet uitsluiten dat we er misschien nog wel een vijfde aan ergens gaan plakken. Ik stel met heel veel plezier het panel aan u voor. We zijn er ook in die zin heel trots op, want we hebben hier drie toppers zitten in de drie categorieën. Wetenschap, journalistiek en parlement. Ik begin aan die kant. Hij zit links op het podium, maar voor u rechts. In 1982 ging hij de Kamer in. Daar zat hij tot 2006, waarvan hij de laatste vier jaar natuurlijk vooral natuurlijk landelijk bekendheid kreeg als voorzitter van diezelfde Tweede Kamer. Dames en heren, VVD'er Frans Wijsglas. Ik haalde een minuutje voordat we begonnen, haalde ik nog een ander feitje op over onze tweede gast. Namelijk dat zij de eerste vrouwelijke politiek verslaggever was bij Den Haag vandaag. Ze presenteerde hiernaast met mij samen ooit nog Politieke Junkies, maar veel bekend. Dat is een jaar geleden of zo. Ja, nou, het voelt aan als gisteren, Wauke. Het voelt aan als gisteren. Dames en heren, lang verhaal kort. Wauke van Scherrenburg. En hier vlak bij mij zit de dame die directeur is van het Centrum voor Politieke Geschiedenis in Nijmegen. Parlementair geschiedenis moet ik zeggen. Ze is ook hoogleraar parlementair geschiedenis. Groeide op in het Westland, maar nu dus werkzaam in Nijmegen. Dames en heren, Carla van Balen. Ja, om met u te beginnen, u schreef echt een vuistdik boek. Ik denk misschien wel twee vuisten als je hele kleine handen hebt. Daarin worden alle kabinetsformaties 1977 tot 2012 uitgebreid doorgenomen. Het is geen lichte kost. Maar Haarsma Buma heeft verklaard dat hij het hele boek gelezen heeft. Had u het gehoord? Ja, dat heb ik gehoord. Hij zit ook in ons bestuur. Dus hij zit, dicht... hij zit dicht bij het vuur. Maar ik moet wel even iets rechtzetten. Anders denken mensen dat ik dat in mijn eentje heb geschreven. Het zijn alle formaties vanaf 1977 tot en met 2012. Maar dat is wel teamwork. Dus dat heeft ons, alle medewerkers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis hebben een hoofdstuk voor hun rekening genomen. En inderdaad, het is, ja, formaties, dat is echt zo'n enorm ingewikkeld verhaal. Dat als je dat in je eentje zou doen, dan was het boek er nu nog niet geweest. Dat kan ik wel verklappen. Ja, nou, ik neem aan dat al uw collega's nu met een bakje pindas voor de televisie NPO Politiek zitten kijken. Dus die kunnen nu weer rustig ademhalen. Precies. En wat ik met jullie wil doen, is eigenlijk het volgende. We willen even de laatste actualiteit doornemen. Dan gaan we even een klein stukje terugwandelen hoe het allemaal zo ver is kunnen komen. En daarna ook eens even het in een historisch perspectief plaatsen. En we willen natuurlijk het programma eindigen natuurlijk met de grote vraag, wat nu? Wat zijn nog de opties die open liggen? Hoe kansrijk is deze formatiepoging? Ik moet zeggen, informele verkenning zitten we nog. Hè? We zijn nog niet aan het formeren. En uiteindelijk zeg ik ook wel eens tegen u, als u vragen en of opmerkingen heeft, daar is ruim de tijd voor aan het einde van het programma. Dat is een beetje de tomtom. Laten we beginnen even met de laatste actualiteit. Het circus is verplaatst naar het Catshuis. Gisteren zaten ze nog in het huis van de heer Cenk Willink in Scheveningen. Op loopafstand van de woning van Mark Rutte. Vandaag kwamen ze ook naar buiten en de heer Buma zei nou net iets meer dan de nikszeggendheid van premier Rutte. Dit gebeurde vanmiddag. U heeft ook gezien dat we vandaag ook weer uitvoerig met elkaar hebben gesproken. Verschillende samenstellingen en uiteindelijk hier aan het eind van de dag in het Catshuis. Wat een informeel overleg is. Maar nog steeds om te komen tot een fase waarin we kunnen zeggen we kunnen echt de onderhandelingen inhoudelijk voeren. Nou, dat is een heel proces omdat het over veel gaat. Maar in ieder geval hebben we dat nu voor vandaag afgerond. Hoe lang gaat dat nog duren, dat informele overleg van u? Nou, ik heb altijd gezegd, het doel is belangrijker dan de tijd die je ervoor moet nemen. Maar in ieder geval is het zo dat wij maandagochtend weer verder zullen gaan. Maar u zei net, het gaat over veel. Tot voor kort was het zo, het ging alleen over migratie. Ging het nu ook over ook de andere onderwerpen dan? Nou, over de inhoudelijke onderwerpen ga ik nu niet in. Maar u zei net, het gaat over veel. Eerst, gisteren was het, het gaat over migratie. Ja, en nu zegt u, het gaat over veel. Klopt. En zo, bij die woorden laat ik dat ook. En wat het allerbelangrijkste is, dat wanneer wij starten met een proces, dat het ook goed is. En dat betekent dat wij dus vandaag uitgebreid hebben gesproken, aanstaande maandag weer verder zullen gaan.
En ik kan u ook wel vertellen dat het op deze locatie zal zijn waar wij dan weer met elkaar verder zullen gaan. Ja, ik dacht even toen ik het hoorde, waarom sturen ze Buma nou voor die moeilijke boodschap naar buiten? Maar Wauke, jij kent dit circus als geen ander. Je hebt daar vaak wat soort hekken gestaan. Wat gebeurt hier? Ja, ik vond het leukste wat er was trouwens. Hek hangen noemde ik dat altijd. maar hij zegt dus gewoon echt geen bal. En dan zie je, dat begrijp ik heel erg goed. Je staat er als journalist tijden, maar er gebeurt geen bal, er gebeurt totaal niets. Het enige wat in mijn tijd werkte, er waren al die dranghekken nog niet en zo, dat je wachtte tot iedereen zijn vraag had gesteld, je hier zag, en dat je dan gewoon met je cameraploeg meeliep met iemand buiten de reuring om. En dan kreeg je nog wel eens wat meer te horen. Maar het ging meestal zoals ze echt wat te melden hadden, belden ze op, Wauke, kom naar mijn kamer, neem de camera maar mee, of niet. Ik heb nu echt wat te melden. Maar wat hier nu gebeurt, je staat daar, al dagen staan ze daar. Ze hebben geen vrije avond meer, ze moeten daar maar bij die poorten. Je wordt zo melig als een pest. En dan komt Buma naar buiten en die zegt, we hebben over veel gesproken. En dan hoor je de opluchting me gewoon vrezen. Wow, er is over meer gesproken dan migratie. Er is over veel gesproken. Nieuws, nieuws, nieuws. Nou ja, dan zie je dus de nare positie van de journalist die eigenlijk niets te melden heeft, maar iedereen staat er, je collega, je concurrent, iedereen staat er. Dus jij moet ook wat doen. Dus zo sleept het zich allemaal voort. Maar Buma zegt daar geen bal. Hij zegt totaal niks. Nee. Maar het levert wel, vind ik, ik had dit nog niet gezien, het levert wel, zeg maar, aardige televisie op. Oh ja, enig. Ja. Ja. Maar we zien ook de hele tijd de nadruk, hè? Het woord formeren wordt nadrukkelijk ontlopen. Hè? Het is informeel. Ja. We zijn duidelijk niet aan het onderhandelen nog. Pre-verkenning. Ja. Juist. Maar dat zijn toch allemaal soort... hoe ernstig is het? Laat ik zo zeggen, waarom wordt er zo nadrukkelijk die knip gemaakt? Ik bedoel, verkennend, informeel. Om geen valse verwachtingen te wekken. Dat ze nog niet aan het. Ja, ze zijn nog niet aan het onderhandelen. Wat ze wel geweest zijn met z'n vieren, hè, voordat het klapte. Maar nu zijn ze allemaal opnieuw aan het bekijken, pre-verkennen. Of ze weer met elkaar kunnen gaan onderhandelen. Ja. Maar ze zijn niet aan het onderhandelen, zeggen ze. Maar dat ik het even scherp. Als je met elkaar aan het kijken bent hoe je eventueel verder kan gaan onderhandelen. Dan ben je toch ook inhoudelijk aan het kijken waar dan de ruimte is. Ik bedoel, waar ligt dan die harde scheidslijn tussen informeel verkennen en onderhandelen? Ja, ik denk als er voldoende vertrouwen is om te zeggen, oké, we gaan het weer proberen. En dan gaan ze naar de stadhouderskamer, want dat is de echte ruimte om te gaan informeren, hè, nog niet formeren. Dan komt er ook een agenda, we gaan deze onderwerpen bespreken. Dan is er voldoende vertrouwen om te gaan proberen samen een programma te vinden. En voldoende vertrouwen is er nog niet. Nee. Zelfs wat mij een beetje zorgen baart als kiezer zijnde, er is een soort chagrijn in geslopen. Ja, het enthousiasme wat je zag voordat de verkiezingen waren, dat iedereen wilde regeren, heel graag zelfs, zie je toch dat er, ook door de uitslag van de verkiezingen natuurlijk zelf, dat ze zagen allemaal de klappen je kunt krijgen als jij daar in de treffenzaal als kabinet hebt gezeten. Dat hele enthousiasme is verdwenen, is onderling wantrouwen voor ingekomen. En dat, als we dat allemaal overwinnen, is dat prachtig. Maar ik denk dat we daardoor een ontzettend in elkaar getimmerd, met geen millimeter ruimte meer regeerakkoorden gaan krijgen. Juist door dat onderlinge wantrouwen. Nou ja, Fransen weten, die dichtdimmende regeerakkoorden, wat dat betekende. Totaal geen souplesse meer. Totaal geen ruimte meer om te improviseren. En alleen gouden tijden voor de spindokter. Meer gebeurde er niet. Dus dat maakt me echt wel zorgen. Die sfeer is niet fijn meer. Laten we kijken hoe die verzuurde sfeer tot stand kwam. We hebben natuurlijk de eerste formatiepoging gehad. Met hetzelfde kwartet. Toen zijn ze ermee opgehouden. En toen hebben we een kamerdebat gehad. En daar werd toen eerst gezegd, ja, er zijn morele ondergrenzen, principiële ondergrenzen gehaald. Inhoudelijk zit het helemaal vast. Toen mevrouw Schippers aan de slag gegaan. En toen kwam er een tweede debat. Of we gaan eerst trouwens, ik zit even te kijken. We gaan eerst naar het tweede debat. En toen bleek er toch iets nieuws te zijn. En dat werd aangetikt door Lodewijk Asscher. Nee? Juist. Gaan we eerst iets anders doen. We gaan eerst naar een bijzonder moment. Namelijk onder leiding van die Edith Schippers. Kreeg Pechtold de kans om eens even één op één met de heer Zegers te spreken. En we zijn er niet bij geweest. Maar de gezichten na afloop spraken boekdelen. Dus en waarom niet? Wij hebben... We gaan er niet aan beginnen. En waarom niet? Wat is het punt?
We hebben over vele zaken gesproken, heel intensief, dat heeft u kunnen merken. Maar we moeten vaststellen, en we gaan daar niet verder in details, dat van deze nadere verkenning nu naar echte onderhandelingen, dat... Maar ja, dat was niet de begaanbare weg. Nee. Juist. Punt. Ja. Ja. Meneer Wijsselas, je zou denken als je als Pechtold wil dat je Zegers definitief buiten de formatie duwt. Dan zou je heel graag willen dat je hem ergens één op één kan spreken zonder de heren Buma en Rutte erbij. Dat is waar. Met andere woorden, heeft mevrouw Schippers niet een enorm tactische fout gemaakt door Pechtold die kans te geven? Ja, enorm grote, enorm tactische fout. Dat zijn, is meteen iets heel grote fout. Kleine maar, tactische fout voor u. Een kleine tactische fout mag. Nou, niet eens een tactische fout, maar ik denk een beetje een formele fout. Omdat als Pechtold en Segers dan samen voor kiezen om met elkaar te praten, dan mogen ze dat doen natuurlijk. Dat zie je nu ook voortdurend, dat ze bij elkaar binnenlopen en dan praat die en die in tweetallen, drietallen, weet ik veel allemaal. Maar aan de formele tafel, stadhouderskamer van de informateur, dat zijn toch formele gesprekken die behoren tot de informatie, die in het verslag komen. En ja, daar heeft zij, niemand weet hoe ze dat heeft gedaan, ik ook niet natuurlijk, daar heeft zij leiding aan gegeven en dat heeft ze, mooi woord te gebruiken, gefaciliteerd. En ze hadden beter met z'n tweeën op de kamer van Pechtold of weet ik veel waar we kunnen gaan zitten. Vind ik. Dus weet doordat zij... Maar denk jij dat het resultaat anders was geweest, Frans? Nee. Want Alexander Pechtold had maar één grens gesteld. Dat is niet met Zegers. Nee, het resultaat dus was niet het resultaat was volgens mij even dramatisch geweest. Het is, mijn antwoord is meer formeel. Ja. Kunt u ook het informele antwoord geven dan? Nee, dat was meer de vraag. Maar formeel bedoel ik... Ik benader het vanuit de... procedures van de kabinetsformatie. Juist. Maar inhoudelijk, of het resultaat, ben ik helemaal met je eens, was denk ik hetzelfde geweest. Precies. Ja. Mevrouw van Balen, wat mij, dat is altijd heel spannend ook van zo'n formatie, en zeker als je een beetje een politiek dier bent. Kijk, Pechtold heeft natuurlijk wel wat over zich heen gekregen. Hè? Die heeft, is hoofdschuldige voor de verzuring. Buma heeft het met hem gehad, Rutte ook, maar die schijnt daar weer wat makkelijker overheen te kunnen komen. Maar eigenlijk is het veel te vroeg om Pechtold dat soort kwalificaties op te hangen. Als het hem lukt om met GroenLinks uiteindelijk het bordes op te komen, is de meeste zet geweest? Ja, dat is heel goed mogelijk. Kijk, dat kunnen we inderdaad nu nog niet zeggen, maar het was inderdaad wel duidelijk dat het chagrijn, hè, waar je het net over had, dat is er toen wel ingeslopen. Want na dat gesprek, dat was op dinsdag 23 mei, zo uit mijn hoofd, waar Segers en Pechtold samen spraken, toen zag je de dag erna inderdaad bij Buma en bij Rutte van ja, er zit nu ruis, er is ruis. Hè? Dus er was iets ontstaan. Vertrouwen, ja. Ja, want er was iets aangetast, dat vonden ze niet prettig. Zo van, wij staan helemaal buiten spel en er wordt eventjes besloten dat deze optie van tafel is. En ja, hoe werkt dat door? He, toen lijkt er toch wel iets gebeurd te zijn wat daarna voor het vertrouwen niet goed was. Dus is het de meesterzet of niet? Dat kun je nu nog niet bepalen. Het chagrijn door u zo mooi beschreven in beeld. Over dat gesprek is inmiddels van alles gezegd. Er komt een beeld naar voren dat D66 voorafgaande aan onderhandelingen eisen, voorwaarden stelde. Deels op heel gevoelige medisch-ethische onderwerpen aan de ChristenUnie. Iets waar de ChristenUnie onmogelijk aan kon voldoen. Wat mij betreft is het stellen van zulke eenzijdige eisen op inhoud vooraf niet de manier om met gewetenskwesties van andere partijen om te gaan. Een gezamenlijk gesprek van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie had wellicht opheldering kunnen geven. Wat was er nou precies aan de hand en is het herstelbaar? Maar dat voorstel werd door D66 per keer in de post afgewezen. Ik wil daar heel duidelijk over zijn. Zo bouw je geen... Vertrouwen. Dat woord, dat durven jullie niet uit te zetten. Nee. Dit is ook een super frame, hè, dit. Want? Nou ja, hier framed hij suggereert hij wij, als wij nog hadden meegedaan, als ze alle hadden gesproken, was het misschien nog best in orde gekomen. Dat is maar zeer de vraag. Maar hier krijgt Alexander Pechtold de Zwarte Piet echt ongenadig toegespeeld. En die Zwarte Piet ligt er nog steeds. Want iedereen zegt nu, ja, als D66 nou dat handig had gedaan en niet die Segers met zijn asoor over tafel had getrokken, was het misschien wel heel anders gegaan, enzovoort, enzovoort. Het is een hele, hele slimme frame. Maar wat er eigenlijk achter zit, is dat Buma, en natuurlijk baalde zijn stekker, dat is zijn enige escape, dat is een ChristenUnie bij in het kabinet, dat die hiermee geblokkeerd is. Ja. Dat is er. Dus
qua politiek spel is dit briljant natuurlijk, wat hier gebeurt. Ja, want het inhoudelijke punt waar het over gaat... Ja, ja Frans. Het inhoudelijke... je bent helemaal niet veranderd. Het inhoudelijke punt waar het om gaat... daar zit je ook tegenaan, is natuurlijk... de kwestie van het levenseinde en van andere ethiek, daar kom je nog op. Maar dat is natuurlijk ook Buma's punt. Juist. Ja. Maar toch wil ik even nog... Dus we hebben dus eerst het chagrijn dat hij die ChristenUnie... zonder terugkeren mogelijkheid wegduwt. Ja. Vandaag wordt ook duidelijk dat hij 100% vasthoudt aan GroenLinks. En zelfs gedreigd heeft... ik stap van tafel af als je GroenLinks wegduwt, Pechtold. Dus hij is Pechtold, ja. Ja. Maar nu komt bij het volgende uit, want nu komt bij dit inhoudelijk punt. Het gaat natuurlijk over die medisch-ethische zaken. Ja. En dan gaat het eigenlijk over twee dingen. Belangrijk punt in de verkiezingen voor D66 was het voltooid leven. Dat je zelf zeggenschap hebt als je er een einde aan wil maken, onder allerlei voorwaarden. En ook nog belangrijk is de donorwet. Die donorwet die hangt nu bij de Eerste Kamer, daar moet hij nog behandeld worden. Maar daar zou je iets kunnen afspreken voordat die behandeld wordt. Ik begreep trouwens dat het een vrije kwestie gaat worden. Maar de vraag is even... Het lijkt natuurlijk de hele tijd alsof de ChristenUnie voor D66... roet in het eten zou gooien over die medisch-ethische zaken. Hoewel het CDA er helemaal niet enthousiast over is... en de VVD ook heeft laten weten... dat bij twijfel ze niet beginnen aan dit soort dingen. Nou, twijfel lijkt me het minste wat nu aanwezig is. Nou heeft Pechtold dus één de ChristenUnie van tafel geduwd... en twee houdt hij vast aan GroenLinks. Dan lijkt mij... dat het met je wisselgeld, dat de bodem wel in zicht is, mevrouw Van Baalen. Ja, op dit punt bedoel op je? Op dit punt, voor D66. Ja. Dus ze moeten nog inhoudelijk gaan onderhandelen over die medische kwestie, maar het wisselgeld lijkt al op. Als GroenLinks terugkomt aan tafel, ja. Inderdaad. Het is heel opmerkelijk dat voltooid leven, waarvan we weten... daar is het CDA in ieder geval ook niet voor. En Pechtold zat al aan tafel met het CDA... dat was het motorblok, een onderdeel daarvan, hoewel hij dat zelf liever ook niet wilde. Maar toen ging het daar niet over. En vanaf het moment dat ChristenUnie in beeld kwam, zeiden mensen van met ChristenUnie, dat zou toch heel goed moeten gaan. Want zij behoorden tot de constructieve oppositie, die steeds meer, de Rutte aan meerderheden hielp, als ze in de Eerste Kamer niet mee zat. En dan gaf Pechtold als reactie, ja, dat was het kasboek en niet de Bijbel. En ja, daar was hij heel stellig in, dat alle dingen... betreffende de Bijbel, geassocieerd zijn met de ChristenUnie... en niet met het CDA. Dat is heel opmerkelijk. En het CDA zei daar ook verder niks over. Maar dan gaan we toch eigenlijk naar de conclusie... dat de medisch-ethische kwestie eigenlijk het wisselgeld zijn voor D66... om de ChristenUnie eruit te duwen, GroenLinks aan boord te krijgen. Maar dan is de kans dat ze daar wat terug van zien in een regeerakkoord... toch bijna tot nul, Wauke. Er zit natuurlijk bij Pechtold de nieuwe kroonjuwelen. Natuurlijk wegen die zwaar, wordt in de fractie ook heel zwaar aangetild. Met name door Pia Dijkstra, heb ik me laten vertellen, die daar echt heel erg aan hecht. Is ook haar. Het is ook haar werk geweest allemaal. Veel voorkeurstemmen, ja, belangrijke electoraten. Maar Pechtold heeft natuurlijk ook helemaal geen zin om met twee van die echt veel rechtsere partijen alleen maar aan tafel te zitten. Want die heeft gezien, aan de PvdA bijvoorbeeld, wat er dan met je gebeurt. Je wordt gewoon totaal leeggevreten. Dus daar heeft hij ook helemaal geen zin in. Ik denk dat zijn weerzin, die hele lijst die bij zich had bij Gert-Jan Segers... vooral is ingegeven met het idee, ik moet dit blokkeren. Anders weet ik wel wat VVD en CDA gaan doen. Die gaan GroenLinks nooit iets toegeven, dus dat vervalt. En dan zitten we no time met die ChristenUnie aan tafel. En eigenlijk, precies. Eigenlijk zit hij met... Pechtold, D66, met drie rechtse partijen. Ja. Ik vind zelf natuurlijk de VVD is een moderne, progressieve, liberale, vooruitstrevende partij. Ja, anderen vinden de VVD een conservatieve partij. Daar heb ik ook wel veel begrip voor als men dat vindt. Dus hij zit met drie conservatieve, oer-conservatieve partijen aan tafel. Behalve op migratiebeleid zit de ChristenUnie echt op de lijn van Pechtold. Ik zeg drie, met twee bedoel ik. Ja, precies. Ja, ik dacht dat jij de ChristenUnie daarmee ook bedoelde. Nu vergis ik mezelf. Ja, je hebt gelijk. Ja. Met de ChristenUnie zit hij met drie conservatieve partijen. Dat is wat ik bedoel, ja. En dat is natuurlijk voor D66 gewoon een waardeloze positie. Ja. En voor D66, als je er gewoon de optelsommetjes maakt... Ze kunnen niet zonder D66, want dan komt ongeveer de PVV meteen in beeld. Ja, die komt niet in beeld. Nou, dan komen ze direct echt nog niet? Even. Nee. Nou, ik weet het niet. Maar dat is inderdaad wel heel lastig. Ja, interessant onderwerp. Ik ga zo direct gaan we nog het afpel wat de laatste opties zijn. Ik wil even nu, we hebben D66, hebben de belangrijkste dingen gehad. Nu wil ik even naar GroenLinks toe. Hebben we daar nog, ik zal even kijken qua fragment. Nee. Wat we weten is dat het met migratie te maken heeft. Dan was er het verhaal dat hij
dat ze bepaalde verdragen zouden willen opzeggen, vluchtelingenverdragen. Maar ook dat weten we er niet. Ze willen vooral nieuwe verdragen à la Turkije. Met Afrika willen ze niet. Dat is eigenlijk de belangrijkste bezwaar. Dat willen ze gewoon niet, want ze vinden die Turkije-deal vond ze GroenLinks al waardeloos. En dan ook nog met die Afrikaanse landen. Maar zoveel mensen in nood zijn, weet ik het allemaal. Dus ze vinden dat dat niet kan. Dus we hebben ook veel oorlogssituaties in Afrika. En zegt GroenLinks, luister eventjes. Wij willen gewoon dat de echte oorlogsvluchteling gewoon hier in Europa op een fatsoenlijke manier wordt opgevangen. En als je verdragen gaat sluiten, nou, je ziet de bubbel die er in Griekenland is ontstaan, mensen die niet door kunnen. En wat er allemaal in Turkije moet blijven. Dat wil GroenLinks gewoon niet. Die wil geen opvang in die regio, niet voor die oorlogsvluchteling. Hebben ze dat, gewoon een feitelijke vraag, hebben ze dat... GroenLinks, Klaver, heeft hij dat in die Kamer... Ik heb eerlijk gezegd de Kamerdebatten niet helemaal gevolgd. Heeft hij dat in die Kamerdebat ook gezegd? Nee. We zullen één fragment laten horen uit dat debat. Klaver staat achter het sprekersstoeltje en Asscher staat bij de interruptiemicrofoon en die probeert het een beetje af te pellen. Hier moeten we het dan mee doen. Okay. De voorman van de VVD, het denkbaar dat hij komt tot afspraken over het onderwerp migratie, met welke partij dan ook, die niet inhouden een schending van de mensenrechten of een schending van het vluchtelingenverdrag? De VVD gaat geen verdragen schenden of de wet schenden. Het CDA maakt geen afspraken die dat inhouden, als u dat bedoelt. Precies, ja. Wat dan wel? Kijk, je kan zeggen, het is echt een oprechte verbazing. Je kan zeggen, dat willen we niet, maar je kan toch moeilijk zeggen. We vinden het leuk dat duizenden mensen door Europa gaan trekken. En pas als ze hier zijn, gaan we de shift maken wie een echte oorlogsslachtoffer en wie niet is. Ik denk dat het is wat Wauke zei. Het is niet zozeer de grote vluchtelingenverdragen. Maar het gaat om, ik herhaal jou, die afspraken, dat zijn niet eens echte verdragen. Dat zijn meer afspraken op papier met Turkije of met andere landen. En dat, veel geld, veel Europees geld er naartoe. Ik kan me voorstellen, we weten het niet. Daarom vroeg ik, is dat in een debat gezegd? Maar ik kan me voorstellen dat GroenLinks dat niet wil. Nee, ze waren al, wat jij zei, ze waren al tegen de Turkije-deal of afspraak. Ja. En op ethisch-morele vraagstukken, en dan gaat het hier ook over, laten wij wel mensen in nood toe of niet, net als met voltooid leven. Dat zijn hele moeilijke vraagstukken waarop het moeilijk compromissen sluiten is. Als je het hebt over financiële zaken, dan is dat makkelijker. Maar hier zeggen mensen, hier raakt het aan mijn geweten, aan mijn principes, aan wat dan ook. Hier kan ik niet verder op onderhandelen. Dat is door GroenLinks gezegd. Samen. Daar is een ondergrens. Dat is voor Segers natuurlijk ook voltooid leven. Dat gaan we niet meemaken. Het is best met elkaar vergelijkbaar. Ja, omdat het beide over die principiële menselijke zaken gaat. En dan is het, daar kun je bijna geen compromissen op sluiten. En laten we niet vergeten, op het gebied van migratie, is ook al vaak gezegd natuurlijk, staat de ChristenUnie heel dicht bij GroenLinks. Ook op duurzaamheid trouwens. Ook, ja. Toch blijf ik het wel ingewikkeld vinden, want je zou zeggen, GroenLinks is in de hele bestaansgeschiedenis nog nooit dichter bij regeren geweest als nu het geval is. Eén keer gesnuffeld aan een paars variant, maar dit is het, zou je bijna kunnen zeggen. Dan zou je dus daar een punt van maken. Ik hoor je argumentatie hoor. Mm-hmm. Maar ze hebben er nog twee, namelijk inkomensverdeling, nivelleren, zo ongelijkheid. Ja. En natuurlijk duurzaamheid, milieu, energie. Ja. En dan Europa. Maar dan zou je dus nu al op dit punt, waarvan je toch denkt, daar zou je elkaar toch ergens moeten kunnen bereiken. Of wat bedoel je? Op het punt van... Je zou toch zeggen, als je echt de vluchteling op een of andere manier toch naar binnen kan halen. Ja. En dan tegelijkertijd ook kan zorgen dat toch niet die hele stroom naar binnen komt. Daar zou je toch pragmatisch, of is het te makkelijk gedacht? Nou, ik denk dat ze zijn al weken aan het onderhandelen geweest, zonder dat wij weten wat daar gezegd is. En waarschijnlijk hebben ze dit op alle manieren geprobeerd. Ja, dat is grappig dat je het zegt. Daar heb ik eigenlijk ook nog wel een vraagteken bij. Als je zo monter en zo fris, ik ben nu helemaal terug bij de allereerste formatiepoging. Als je zo fris elkaar complimenterend op de schouders slaan naar buiten komt. Als je echt onderhandelt, dan is er frustratie, is er boosheid, heb je moeten geven en nemen. Dan kom je niet zo fris naar buiten. Ze hebben er wel lang gezeten achter gesloten deuren, maar hebben ze wel echt onderhandeld? Nou, wat ik grappig vond, was vlak voordat ze hebben verkend. Vlak voordat het klapte, toen leek het te gaan over klimaat. Dat werd ook steeds gezegd. En toen gaf Edith Schippers een persconferentie. En dat wou ze ook zeggen, klimaat. Versprak ze zich. Maar ze versprak zich. En ze zei migratie. En drie dagen later ging het mis op migratie. Maar weet je toch... In Frans, maak het even... Toen dacht ik, daar hebben ze het dus over gehad. Daar hebben ze toch heel lang over zitten praten. En waarom geen chagrijn? Ja, misschien hebben ze gewoon zo eerlijk daarover gehad. En respect voor elkaar standpunten. Of in het achterhoofd ook nog een keer
Het vertrouwen is niet weg, maar we worden het gewoon op geen enkele manier eens. Geen chagrijn. Het spel is misschien tot die tijd eerlijk gespeeld. Met respect voor elkaars standpunten. Maar wat ik wil zeggen, wat we nu doen is ja, interpreteren, denken wat ze hebben gezegd. Dat is ook leuk. En een beetje aan, nee, dat weet ik wel, maar aan de verleiding toegeven om zelf een beetje te gaan informeren of formeren. Maar het gekke van zo'n formatie is dat je, ja, we weten het echt niet, want je wordt toch wel bedonderd waar je bij staat. Zeker. Als journalist, als wetenschapper, als burger en als politicus. En ik heb nooit aan een formatietafel gezeten als fractievoorzitter, maar er wel een aantal keren heel dichtbij gezeten. Niet zozeer als kamervoorzitter, maar in de tijd dat ik in fractiebestuur zat van de VVD, dat ik in werkgroepen en onderhandelingsteampjes en noem maar op. En wij zaten wel eens te lachen van, kijk nou eens, ze denken dat het dit besproken is. En dat was heel anders. Meneer Wijnstra, dit scheelt om een voorbeeld. Wanneer is de laatste keer dat u ons bedonderd heeft? Allioep. Ik weet een voorbeeld. Oh, nou, van Balen. Ah, dankjewel. Ik kom bij u terug, meneer Wijnstra, zo. In 2003, toen meneer Wijnstra als Kamervoorzitter was, toen werd er in de kranten geschreven over de formatie van toen. En dat waren Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende. Dat zou uiteindelijk ook mislopen. En die hadden een methode van formeren, zeiden de journalisten, de puntzakmethode. En er werd uitgelegd en overgeschreven. Nou, dat in ons, ik was voor ons boek deed ik het hoofdstuk 2003. Dus we hadden daar al concepten over geschreven. Toen gingen we mensen interviewen die daar aan tafel hadden gezeten. En die zeiden, puntzak, geen idee wat het betekent. Maar wij lazen het ook in de krant dat wij de puntzak deden. Maar ja, het kwam er op een gegeven moment in. De mensen gaan elkaar overschrijven. Er werd ook uitgelegd wat het inhield. Maar in ieder geval werkten we niet zo. Maar wat is het? Het betekende dat je de makkelijke onderwerpen eerst deed. Ah, zo. En dan was je met al die en dan zakte er iets naar de puntzak. Een heel moeilijk onderwerp. Maar als je alle makkelijke onderwerpen had gehad, geeft het genoeg druk zo? Ja, dan kwam er genoeg druk. En dan moest je het ook wel eens worden over dat resterende moeilijke onderwerp. Meneer Wijsbos heeft nu een minuut extra gehad. U komt nu met alsnog een goed voorbeeld. Het gekke is dat dit is nou precies het voorbeeld. Ja, ja. U bent chef puntzak, was u. Ik begrijp het. Maar wat ik wel had bedenken, dat heeft niet zo, ja, ook dat heeft met de formatie te maken, de laatste fase die eigenlijk het leukste is om te volgen als buitenstaander, was ministers gaan vragen, ministeries verdelen en zo. Dat is heel lang geleden, toen ik nog een heel jong klein kamerlidje was, dat een heel ondeugend spelletje was, een paar keer gewoon een willekeurige naam te noemen, van die wordt staatssecretaris en 3 dagen later, of soms 1 dag later, stond in alle kranten die persoon die je volkomen verzonnen had, dat die staatssecretaris. Heeft hij op deze wijze wel eens iemand per ongeluk het kabinet ingerommeld? Nee, het is niet. Het ging niet door, het lukte niet helemaal. Maar er was, hij is nu overleden, er was een directeur-generaal Europese samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken, een meneer Hartog. Dat is echt heel lang geleden. Ken je die nog? Ja. Dat is echt lang geleden. Ja. En toen heb ik met mijn CDA-collega en vriend, nog steeds vriend, Geurl Thierry van Wezel, hebben wij met z'n tweeën, oh, dit wordt allemaal uitgezonden ook, hè? Nou, nee. Hebben wij met z'n tweeën hebben we verzonnen. Meneer Hartog, die was lid van de VVD. Die moest, ik ben het jaar een beetje vergeten, die moest mijn staatssecretaris worden. Dat is de jaren 90. En dat hebben we zo een paar keer gezegd. Ja. Nou, toen gebeurde wat ik zei. Toen stond alle kranten, Hartog, directeur-generaal, niet doorgegaan. Maar daarna is ook, door jullie is ook op een gegeven moment ontstaan, als je genoemd wordt, je wordt het niet hoor. Nee. Dat is door jullie. Ja. Ja. Ik wil 2 personen even eruit halen. Eentje door door het hebben van geen rol en de ander toch wel een hele belangrijke rol. De heer Cenk Willink natuurlijk. Maar even een klein stapje terug. De rol van het staatshoofd, namelijk de koning of de koningin. Beatrix eerst en nu Willem-Alexander. Maar die hebben die rol niet meer. Die hadden ze vroeger wel. Het grappige is dat eigenlijk met een ruime kamermeerderheid werd er besloten dat laten we weg bij de koning, dat gaan we zelf doen. Nou, dat zien we nu hoe dat gaat. Nu zien we dat het toch wat lastig is bij die formatie. En dan komt heel stil, langzaam komt die roep, hadden we nog maar de rol van de koning. Meneer Wijnstra, u bent vrij koningsgezind, weet ik. Kijkt u met weemoed terug naar toch de rol van... Nou, niet weemoed, maar als je er gewoon analyserend of objectief naar kijkt, kan je er een paar dingen over zeggen, is wat je vraagt. Ik vind trouwens absoluut niet dat ze nu zouden moeten beslissen. Dat kan ook niet tijdens de rit. We gaan nu iets met het staatshoofd doen. Dat is nu, dit moet op deze manier worden afgemaakt. En als men het wil gaan veranderen, dan moet de Kamer in meerderheid een beslissing herzien. Maar niet tijdens deze formatie. Dat kan ook niet. Maar nou, ik vind het niet zozeer de persoon koning of koningin, maar de dingen die er
omheen zijn, de procedures. En het zijn een paar dingen, we hadden het ook van tevoren met z'n drieën erover, dus jullie zullen er ook wat dingen over willen zeggen, denk ik. Maar bijvoorbeeld, de, ja, ik zeg maar koningin, want in mijn tijd was dat de koningin. De koningin, Beatrix, die raadpleegde haar vaste adviseurs, heette dat. Dat was de Kamervoorzitter, de Eerste Kamer, de Tweede Kamervoorzitter, de Eerste Kamervoorzitter, vice-president Raad van State. En die spelen nu niet of nauwelijks een rol. Ja. De vice-president Raad van State, Donner, en de Eerste Kamervoorzitter, mevrouw Broekers, die spelen helemaal geen rol. En de Kamervoorzitter, met alle respect voor mijn opvolgster, dat gaat niet om haar natuurlijk, nee. Maar ja, die haalt die fractievoorzitter als een keer bij elkaar, dan komt er, nou, de laatste keer kwam er eerlijk gezegd alleen maar uit, we gaan een debat voeren, dat was alles. Dus die speelt een hele procedurele rol. Ja. En haar eigen advies is er niet meer. En ik zou me kunnen voorstellen dat de informateur, Cenk Willink, of een volgende informateur of informateurs, dat die zou gaan doen wat de koningin deed, het staatshoofd deed, ook weer te gaan praten met die twee kamervoorzitters en de vicepresident van de Raad van State, ja, om zich te laten adviseren. Zo'n informateur, zelfs Cenk Willink, die weet ook niet alles. Ja. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, dat maakt het ook wel schimmiger. Het is natuurlijk al een niet transparante periode, ja, in onze bloeiende democratie. Ja. Ik bedoel, ja, nee, maar kijk, u zit er dan, u zat er destijds dus de koningin Beatrix te adviseren. Ja. Maar u bent ook VVD'er. Ja. Ik bedoel, ik vertrouw u op alles, maar het gegeven is natuurlijk toch, ja, dat op u daar alles, wordt het ook uitgezond. Nee, dat knippen we eruit. Ja. Maar het blijft natuurlijk toch een beetje schimmen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Vindt u nu het voelbaar dat die adviezen nu niet gehoord worden? Nou ja, dat weet je niet. Maar nou, zou het onbescheiden zijn om over mijn adviezen te gaan praten. Maar de adviezen van de vicepresident van de Raad van State, dat was dus Cenk Willink in die tijd. Nou, dat weet ik, maar dat weet eigenlijk iedereen, dat die waardevol waren en dat die ook een rol hebben gespeeld. En ook van andere vicepresidenten van de Raad van State in veel eerdere fases dan Carla weet het beter. Dus ja, en als je zegt, ja, u bent Kamervoorzitter, ook VVD, dat is natuurlijk de eeuwige vraag voor een Kamervoorzitter of voor een vicepresident van de Raad van State. En ja, mijn voorgangster Jaatje van Nieuwenhoven, die zei altijd, als je in de, je hebt het zo vaak gehoord, als je in de stoel van de Kamervoorzitter gaat zitten, word je vanzelf neutraal. En ik heb dat de jaren dat ik Kamervoorzitter, niet alleen informaties, maar in het algemeen heb ik dat zo gevoeld. Maar voor het oog van de mensen die naar je kijken, weten ze wel dat je van een bepaalde partij bent. Dat is waar. Mevrouw van Balen, hoe kijkt u daar naar? Nou ja, er is één optie weggevallen. Vroeger, kijk, nu is het zo dat een Kamermeerderheid, want de Kamer heeft nu het proces, dus een Kamermeerderheid beslist welke informateur er komt. Als er weer een nieuwe komt, hè, dan wordt er een motie ingediend, die vorm heeft het dan. En dan moeten ze een meerderheid hebben, zo kwam Cenk Willink, zo kwam mevrouw Schippers, op die manier. Dus er moet altijd een Kamermeerderheid zijn. Vroeger was het zo, toen de koningin Juliana er nog over ging, de huidige koning heeft nooit informatie gedaan, kon er ook, precies wat Frans Wijslas zegt, dan kon er in de beslotenheid van het paleis, op basis wat, nou, ze luisterden altijd naar alle fractievoorzitters, dus dat is net als nu, maar ook die vaste adviseurs, dus de Kamervoorzitters, beide, en de vicepresident van de Raad van State. En daar kon een advies uitkomen wat ze opvolgden, bijvoorbeeld als een formatie helemaal vast zat. Geen idee hoe het verder moest, inpassen. En dan kwam er iemand uitrollen en dat was niet het advies van een Kamermeerderheid. En nu moet het dus altijd een Kamermeerderheid zijn. En zo zijn we in het verleden, bijvoorbeeld in 2010, aan informateur Lubbers gekomen. Zo zijn we in 1994 aan Wim Kok, die een proeven van een regeerprogramma moest gaan schrijven. Dat vloeide dus niet voort uit adviezen van een Kamermeerderheid, dat moet nu altijd. Maar dat vloeide voort uit adviezen van de vaste adviseurs, maar die waren geheim. En dat was ook wel weer een nadeel, want men wist niet waar het vandaan kwam. Dus zei men, oh, de koningin heeft iets bedacht. En dat mag toch niet, want de koningin is niet een democratisch gekozen iemand. Dus daar was altijd veel kritiek op. En dat was denk ik de hoofdreden voor de Kamermeerderheid om het systeem te veranderen. In 2010. Ja, door Lubbers. Ja, dat speelde een belangrijke rol. Maar die optie is in ieder geval weg nu. Ja. En dat was een verlies, zeg je. Nou ja, als het echt helemaal vast zit,
En men weet niet meer hoe het verder moet, dan was dat wel een mogelijkheid om het los te krijgen. Kijk, toen was het zo dat de procedure en politiek waren uit elkaar gehaald. De procedurebewaking zat op het paleis, de politici die deden het. En het kon een voordeel hebben dat de procedure in een net wat rustiger omgeving zat. Ja. Maar nu zit de procedure ook in de politiek, in de Tweede Kamer. Dus procedure en politiek vallen samen, waardoor alles veel meer in de snelkookpan van politiek zit. Maar je zag het dus gebeuren toen Edith Schippers er verder niet uitkwam. Toen vond ik het toch echt een verrassing dat Cenk Willink werd gekozen. Want toen ging men toch weer een beetje... Naar de koning. Ja, ja precies. En er is nog... Een beetje uit enig... die snelkookpan van politiek naar een rustiger... En nog een korte aanvulling. Even. Maar heel kort, wat ook een verschil is, waar we het ook over hadden, dat de koningin... staatshoofd, die ontving natuurlijk de fractievoorzitters apart, individueel. En de Kamervoorzitter, die dus een rol heeft overgenomen van de koningin, zou je kunnen zeggen, die praat met alle fractievoorzitters gezamenlijk. En ik zou het wel goed vinden wanneer er een tussenfase zat, dat dan, als de Kamervoorzitter de rol heeft, dat zij ook met die fractievoorzitters individueel speelt. Spreekt. Ja. Ja. Jullie concludeerden alle twee, misschien nu ook, dat echt de vraag naar Cenk Willink, dat hij misschien ook een beetje die hang maakt naar die rol van destijds de koning of de koningin, mag ik het zo? Ja, die buitenstaander als het ware. Precies, die buitenstaander, dat dus de procedure niet helemaal midden in de politiek zit. Dat we nu de procedure begeleiden, hoewel juist Cenk Willink zegt... Ik ga meer doen dan alleen maar procedure begeleiden. Maar hij is weliswaar van de Partij van de Arbeid. Maar dat speelt niet echt een rol. Dat zou ook niet voor de hand liggen. Hij is bovendien al wat op leeftijd. Hij is al weg uit de functie van vicepresident van de Raad van State. Dus wat op afstand. Maar wel met heel veel ervaring. En het lijkt een beetje inderdaad of op die manier iets van vroeger wordt teruggehaald. Ja. Want ik moet eerst zeggen, als grote buitenstaander zie je toch te kijken. Denk je, ja... Het is toch inderdaad een man die al een tijd weg is. En qua manier van doen, qua praten... Zijn mensen zeggen, ja, maar dat is helemaal niet meer van deze tijd. Het komt uit een ander tijdperk. Maar, dus, ja, hij komt uit een tijdperk van visies. Dat tijdperk? Ja? Ja, Cenk Willink was... ik ga hem hier niet herzitten verklaren. Ik vond het wel ook wel een beetje overdreven het gejubel... alsof die man alles had gered in al die formaties. Dat is helemaal niet waar. Er zijn ook mislukkingen bij hem geweest... niet dat het aan hem te wijten is, maar je moet ook niet iemand heilig gaan verklaren. Maar het is wel iemand die heel goed ziet, dit kabinet moeten we hebben, want dat en dat, daarin is de maatschappij aan het verzeilen of is er al in verzeild. En wat zou een politicus nou voor ogen moeten hebben? Welke visie, waar wil ik naartoe met dit land? Ja. Het klinkt heel raar, waar wil ik naartoe met dit land, maar dat is een essentiële vraag. En toen ik hem dat hoorde zeggen, in veel mooiere woorden dan ik nu doe, zal ik het wel moeten doen. Ik denk, want nu zit eigenlijk iedereen, toen was het chagrijn al erin geslopen, zit er voor zijn eigen belangetje. In plaats van, jongens, we zijn gekozen, mensen wachten voor iets voor ons, we springen ergens overheen en we gaan zorgen dat we het goed gaan doen. En dan kun je zeggen van het vorige kabinet dat redelijk VVD en PvdA redelijk overhaast en weet ik wat ging. Maar ik zie wel nog twee hele vrolijke koppen en die bruggen. Ja. En ik zal je vertellen, ik had het nooit geloofd, maar ik zat toch de afgelopen week echt heimwee te hebben naar vrolijke koppen en bruggen. En echt visies. Waar, ik zweer het. Ja. Nou ja, en maar dan zeg je dus het eigenlijk... mooie was wat jij nu zegt over Cenk Willink. Van vroeger, of misschien bedoel je dat, dat deed hij nu in zijn eerste en tot nu toe enige persconferentie, deed hij dat weer. Ja. Prachtig. Ja. Echt prachtig wat hij zei. Ja. Als jullie het niet gezien hebben, zoek het op YouTube en kijk het terug. Ja, die man legt zo mooi uit wat de politicus, zeker als hij door zoveel mensen is gekozen, eigenlijk voor ogen zou moeten hebben en eigenlijk zou moeten doen. Ik vond het echt zo treffend. Jullie zeggen hiermee eigenlijk ook dat hij nu zo nodig is, dit type... Zegt, nou ja, zegt, nou veel, zegt veel over deze vier partijen die nu aan het onderhandelen, of verkennen zijn. Ja, het is, politiek is toch, dat weet je net zo goed als ik, journalisten hebben een super ego, en politici hebben het nog net iets groter. Dat is gewoon zo. Oké, Frans, we hebben straks een borrel. Maar hier zitten wel, het idee heb ik echt, mensen aan tafel. Maar zo is het eigenlijk ook altijd wel een beetje geweest, hoor. Iedereen was toch zijn eigen belang bezig. De enige keer dat ik zag dat iemand een enorme grote sprong wilde maken. Echt
Koetke Koet. Dat was in 1994 bij Paars 1, Hans van Mierlo. Die had maar één doel voor ogen. Paars moet erin, CDA moet eruit. En daar had hij echt ontstellend veel voor over. Echt ontstellend veel is daarvoor over gehad. Het was ook een hele verfrissende formatie. Ja, prachtig. Die vergeet ik nooit. De rest ben ik gewoon een beetje vergeten. Maar die zit hier echt tussen mijn oren gegrift. En dat soort enthousiasme, dat soort, daar willen we naartoe. Ik zou echt wat vergeven als dat terugkwam. Echt. Ja. Ik kom daarop terug. Carla van Balen even. Het is de derde keer dat Cenk Willink zijn rol vervult bij een kabinetsformatie. Ja, of misschien nog vaker. Ik heb niet gezien. Ik zag drie staan vanmiddag. Ja, en een hele andere rol vroeger bij de formatie Den Uyl. Maar toen was hij ambtelijk secretaris. Secretaris. Ja. Dat is een andere rol. Okay. In 94, maar, in 99, in 2010. Nee, dit is al de vijfde keer dat hij informateur als informateur echt? Ja. Volgens mij halen we een paar dingen door elkaar. Hij heeft een paar keer wel... In 94 was hij informateur. In 99, in 2010 twee keer. En nu... Goed, ik ga nooit de wetenschap op het podium tegenspreken. Iemand onmiddellijk daarom zit zij hier. Ja, mevrouw Van Balen. Maar dan, het vijf is eigenlijk nog een beter getal in die zin. Kunnen we dan iets zeggen over de methode Cenk Willink? Want het grappige is, als je het aan elkaar zet... zit er ook een paar keer bij dat hij eigenlijk... ogenschijnlijk onverrichte zaken zijn opdracht terug moest geven. Maar de vraag is of je hem wel zo mag beoordelen. Hoe beoordeelt u... Want u heeft al die formaties op een rijtje gezet. Ja, ik beoordeel hem als iemand die als informateur wordt benoemd als het echt moeilijk wordt. Als een formatie min of meer vast komt te zitten, een soort van impasse ontstaat. Dat was in 1994, want inderdaad, men wilde heel graag een paars kabinet. Maar die onderhandelingen liepen finaal stuk. Toen moest er een tusseninformateur komen. Toen was Cenk Willink nog voorzitter van de Eerste Kamer. Toen was hij vanuit die rol werd hij informateur. En dat zie je ook in 2010. Als het even ingewikkeld is in de formatie van hoe moeten we nu verder? Dan komt tusseninformateur om iets los te wrikken of een op te lossen. Tusseninformateur. Ja, ik zie hem echt steeds als een tusseninformateur die ook nooit heel lang bezig is. Hij is niet bezig om een regeerakkoord in elkaar te timmeren. Dus hij zit daar niet weken en weken. Heeft hij ook zelf gezegd. Meestal ben ik in een week 10 dagen klaar. Maar simpel gezegd, wat doet hij dan over het algemeen in 8 à 10 dagen? Wat hij dan doet, is proberen mensen weer aan tafel te krijgen. Dat ze weer gaan onderhandelen. Dus een fase is vastgelopen. Mensen willen niet meer met elkaar. Nou, bijvoorbeeld, jouw mooie formatie van 1994. Het liep helemaal mis. Na 2 maanden proberen een paars kabinet, was het helemaal fout. VVD stopt daarmee. Ja, van Mierlo wilde graag door. Inpassen. Hoe moet het nu verder? Geen idee. Toen kwam Cenk Willink. En die ging een week praten en het was heel erg moeilijk en niemand bewoog. Want Van Mierlo wilde nog steeds paars. En de VVD zag het toch eigenlijk nog steeds niet zitten. Aan het eind van die week of 10 dagen wist men het nog niet. En toen kwam die bijzondere oplossing dat Wim Kok werd gevraagd als leider van de grootste partij. Ga dan een proeven van een regeerprogramma schrijven en dan kijken we wel wie daar goed bij past. Maar in ieder geval, toen had dus Cenk Willink in de tussentijd wel iets voor elkaar gekregen. Want de formatie kon weer door. Die proeven kwam van de BEA. Ja, ik geloof dat, als ik het nu goed zeg... Van Hare Majesteit de Koningin. Van Hare Majesteit de Koningin destijds. Koningin nee, Cenk Willink had ook al wel zoiets bedacht. Okay. Alleen hij had bedacht van, nou, we hebben het steeds geprobeerd met de Partij van de Arbeid. Nu moet de VVD het maar gaan doen. Dat was het voorstel. Ja. En er was ook een meerderheid voor vanuit de Kamer. En toen kwam dus van de koningin, ja, op basis van de adviezen van de vaste adviseurs. Nee, ja, we gaan toch Wim Kok doen. Ja. Mag ik iets vragen? Ja. In uw geweldige boek over de formaties staat namelijk dat het deels is gebaseerd op de persoonlijke aantekeningen van Cenk Willink. Dat klopt. Dus ik dacht, deze man moet zichzelf ook helemaal gezorgd zijn. Die dag werd gebeld voor deze klus, want zou die aantekeningen niet al af hebben gegeven. Klopt dat? Hoe bedoelt u, zou die... Als hij het idee zou hebben dat hij voor een 6e, 7e, 8e keer nog een keer geweld zou worden om in te springen, zou hij misschien die aantekening niet al hebben afgegeven. Althans, ik vond het aardig inkijken, die man probeert als hij nu die aantekening heeft. Ja. Of is dat te afgegeven? Nou, ik denk dat mensen wel een bereidheid hebben om hun persoonlijke aantekeningen af te staan. Daar zijn wij historici natuurlijk heel blij mee. Dat is meer een verloop van de tijd. Als het 1 jaar of 20 geleden is, dan hebben mensen daar sowieso minder moeite mee om dagboeken. Maar zijn die erbij?
Nee, maar de vraag was, als ik het goed vertaal, was hij klaar met alles? Dacht hij, ik word nooit meer informateur, dus ik geef het vrij. Hè? Nee, dat denk ik. Ik denk niet dat hij er zelf vanuit is gegaan dat hij opnieuw gevraagd zou worden. Maar ik denk niet dat dat een reden is geweest. Dat hij toen al dacht, nou, dit is helemaal voorbij. Maar is er iets uit die aantekening? Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik het boek nog niet uitgelezen heb. Je bent blijven hangen in 81. Exact, dit knippen we er ook uit, dat begrijpt u. Maar is er iets uit die persoonlijke aantekening wat u met ons nu even hier kan delen, die ons nog meer inzicht geeft in het fenomeen Cenk Willink? Nee, want... Dat zegt u wel heel snel. Ja, maar ik moet ook eerlijk zijn. Dat is een hoofdstuk dat ik niet zelf geschreven heb. Okay. Het hoofdstuk wat ik wel zelf helemaal tot op de bodem heb uitgezocht, is 2003. Dus daarvoor kan ik ook in details treden. Maar hiervoor moet een van de collega's wat daar precies... Maar misschien die meneer heeft het gelezen. Wat viel u het meest daarin op dan? Ja, ik denk dat ik even naar hem toe ga. Dames en heren, voor die paar mensen, ik ken die kop ergens van. Deze man is binnenkort de chef politiek NRC. Ik moest heel erg denken, ik vond het interessant om te lezen. Ik dacht even kijken of het erin staat. En verdomd, aantekeningen. Ik zie allemaal mensen, Jan Vis, D66, allemaal aantekeningen geleverd. Maar helemaal Cenk Willink ook. Ja. Dus mijn eerste aanname was, deze man heeft gezegd, ja joh, mijn tijd is geweest, ze komen nooit meer hier, daar staat de doos, neem hem gezellig mee. Dat was mijn eerste gedachte. En de tweede was dat ik eigenlijk best wel moest zoeken. Nadat ik dacht, maar wat doet die man nou precies? Ja, ja. Wat is nou zijn kunde? Het is ook zijn karakter. Het is dus niet duidelijk geworden, echt. Nee. Maar wat zijn kunde is, vraagt u, dat is, over de boek is ook niet te zijn persoon. Nou, zeg. Ja. Ah, nee, grapje. Meneer Wijnstas. Nou, het is zijn, u vraagt, wat is zijn kunde? Ja, het is zijn karakter. En hij heeft... hij heeft ook wel iets in zijn manier van doen. En wat ook de koningin had. Hij kan op een buitengewoon galante en charmante en wellevende manier... kan hij ook dwingend zijn. En dat is een eigenschap die voor een informatie, denk ik, heel belangrijk is. En ik denk overigens, ik heb hem de afgelopen jaren... ik kom af en toe tegen, ik ken hem persoonlijk natuurlijk wel goed. En ik denk dat hij absoluut stom verbaasd was toen hij gevraagd werd, hoor, vorige week. Want hij zat helemaal in een andere flow, musea bezoeken enzovoort. Heeft u... Ik kom direct terug, maar ik begrijp uit uw woord dat u ook de koningin af en toe wel als dwingend heeft ervaren als Kamervoorzitter. Nou, nee, niet als Kamervoorzitter. Oh, dat niet, oké. Okay. Nee, maar in het post, maar dat is bekend, dat blijkt ook uit het boek, dat, en daar heb ik het eigenlijk een beetje over gehad, dat die rol van het staatshoofd, dat die dwingend in de positieve zin, ik zei wellevend, galant erbij, positieve zin van het woord kan zijn. Mevrouw Van Balen, waar nu toch mee zit is, kijk, dat beeld hebben we natuurlijk toch, hè? Het is een man die... Dus heel, heel galant en zo, maar hij kan ook hard zijn. Hij heeft gezag en zo nodig ook soms dwingend. Het fascinerende is, je kan je voorstellen dat wij spreken... een staatshoofd, een koning of een koningin... af en toe de situatie zodanig vindt dat ze zegt... dat heeft de situatie nu nodig. Nu leven we in een situatie dat blijkbaar deze partijleiders... zelf tot de conclusie kwamen dat ze zo iemand nodig hadden. Dat vind ik nogal iets. Dat is heel interessant. Ja, nou, kijk, waar die ook bekend om staat is om zijn enorme precisie... en om ook notities te maken, om precies... ook de regels te volgen, zodat iedereen op de goede manier aan bod komt. Hè, dus ook het democratische proces heel goed in de gaten houden. En ik weet nog, toen hij bijna aan het einde van zijn loopbaan stond... toen dacht hij ook wel, de omloopsnelheid van politici is zo hoog. Bijvoorbeeld bij een proces als kabinetsformatie komt het er toch heel goed op aan... dat je alle stappen, hij zegt altijd, formeren is faseren. Dat je niks overslaat, dat je dus voorkomt dat ze chagrijn insluipt. Dat vindt hij heel belangrijk en dat betekent dat je alle fases heel goed moet doorlopen... en elke fase duidelijk moet afsluiten op een manier waar iedereen ermee kan leven. Dus kijk, er zijn eigenlijk geen spelregels in de formatie. Dat is een beetje een potje vrij vechten om de macht... Maar toch zijn er in de loop der jaren zijn er conventies en spelregeltjes ingeslopen. En Cenk Willink was bijvoorbeeld toch wel enigszins bevreesd dat men die niet meer zou kennen. En toen heeft hij historici uit Nijmegen gevraagd van zouden jullie die ongeschreven regels niet eens op willen schrijven. En dat heb ik samen met een collega mogen doen. En wij begonnen ons boek... De kabinetsformatie in 20 stappen. Maar toen zijn we gaan onderzoeken en interviewen. Toen werd 50. Het 30 stappen, 40 stappen. Aan het eind, de titel van het boek is... De kabinetsformatie 50. In 50 stappen. En het voorwoord is geschreven door Cenk Willink. Ja, ook een heel mooi boek. Ook een heel mooi boek. Ja, absoluut. Heb je ze echt allemaal gelezen, Frans? Ja, het dikke boek over alle formaties heb ik niet helemaal gelezen. Daar heb ik er een paar uitgepikt. Dat wil ik nog gaan lezen. Maar die 50 stappen heb ik al gelezen, ja.
Dat is een aanrader dus. Ja, absoluut. Veel mensen hebben toch misschien het idee dat je toch naar iets bijzonders nu zit te kijken. Met belangstelling voor de politiek. Ik wil je ook even vragen van mevrouw Van Baan. U heeft natuurlijk niet alleen tot 77, maar heeft nog veel langer de politieke geschiedenis onder de loep genomen. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat we naar een poging van vier partijen zitten te kijken? Dat is bijzonder voor nu, sinds de jaren 80, 90, deze eeuw is het bijzonder. Maar daarvoor, als ik dan reken vanaf de Tweede Wereldoorlog, eind jaren 40, jaren 50, jaren 60, was het heel gewoon, een vierpartijenkabinet. Dat kwam met enige regelmaat voor. In de jaren 50 noemde men dat ook wel de brede basis. Hè? Dus dat er veel partijen in een kabinet zaten, zorgde ook voor een brede basis in het parlement. Dus een enorme meerderheid. En in de jaren 70 hebben we zelfs twee keer op rij een vijfpartijenkabinet gehad. En zijn er daar historische lessen uit te halen die we actueel kunnen inzetten? Nou, het is wel een feit dat hoe meer mensen hier aan tafel zit, dat kan iedereen natuurlijk bedenken, ja. Dat is lastiger. Want iedereen die aan tafel zit wil natuurlijk toch wel iets herkenbaars voor de achterban binnenhalen. Dus met meer partijen aan tafel is lastiger. En toen was het wel zo in de geschiedenis dat er altijd één of twee partijen waren die heel groot waren. 40 zetels, 45 ja. zetels, maximum 54 zetels. Dus zo'n partij was leidend. En dat is nu wel bijzonder dat de aantallen zo enorm zijn afgenomen. Dat de grootste partij, zeg ik het goed, die heeft nu 33 zetels. Ja, en daarna is het, de tweede is 20 en dan ja. 19. Dus we zitten allemaal met betrekkelijk kleine partijen. En dat maakt het onderhandelingsproces weer onvergelijkbaar met vroeger. Waarom kwam men toen, ik weet ook niet meer precies, waarom kwam men toen tot vijf partijen, terwijl het waarschijnlijk niet nodig was om de meerderheid te behalen, of wel? In de jaren 70 waren die formaties heel erg ingewikkeld, omdat er toen een tijd was van politieke polarisatie, waarin iedereen tegenover elkaar stond. En Den Uyl, die zou een kabinet gaan formeren in 1973, maar er was geen linkse meerderheid. Had wel erg gewonnen en er was een soort, zoals nu meer rechts de agenda bepaald, was het toen links dat de agenda bepaalde. Dus dat zou een toch overwegend links kabinet worden. Daar zat D66 bij, daar zat de PPR bij. En dus, hè. Maar dat was geen meerderheid en die moesten confessionele partijen erbij hebben, maar die wilden niet. KVP wilde niet, ARP wilde niet, CAU wilde niet, waren toen nog niet samen CDA. En toen hebben ze ministers, of het was geloof ik de formatie ervoor, maar in ieder geval, ze hebben wel uiteindelijk twee partijen bereid gekregen om toe te treden ja. door het kabinet, maar niet van harte. 73. Ja. Precies, in 73 niet van harte. Dus er waren eigenlijk twee partijen, die confessionele, die gingen gedogen. Ja. Daar hadden ook geen regeerakkoord. Het kabinet en A had geen regeerakkoord. Die hadden wel een links programma, maar dat werd alleen ondersteund door de drie linkse partijen. Dus dat was ook een enorme ingewikkelde toestand. Ja, je kan tot die vijf door die losse ministers. Door die losse ministers. Nou, ik wil even bij jou terugkeren even over het chagrijn wat we zien. Want even aansluitend op wat mevrouw Van Baan vertelt is, dat het een ingewikkelde formaat zou worden wisten we eigenlijk al voor de verkiezingen. En net na de verkiezingen wisten we het nog meer zeker. En die partijen wisten het ook met andere woorden. Ze wisten al vrij vroeg stadium dat ze waarschijnlijk vier, sommige scenario's wel, met vijf partijen moesten. Ja. Hoe verklaar je dan eigenlijk dat er toch een soort chagrijn ingeslopen is van je, maar de vraag is of ze dat weer vrolijk kunnen krijgen richting een bordes? We hadden straks al over hoe het bij de eerste formatiebespreking, en zelfs toen het met GroenLinks dus niet goed ging, toen bleek dat het een doodlopende weg voor dat moment was. Niemand gaf elkaar de schuld. Ik heb geen spindokters in mijn stroompjes, ik moet heel klein zijn hoor, gekregen van aan wie het lag of wat dan ook. Het was één grote deken van ja, welwillendheid eigenlijk er overheen lag. En het chagrijn is volgens mij toch begonnen, zover ik het kan beoordelen, op het feit toen Alexander Pechtold blokkeerde dat er nog een uitwijkmogelijkheid was voor CDA en VVD. En dat is volgens mij het moment geweest waardoor ook dat gevoel van een soort partnership helemaal verdwenen was. Ja, dat was een vreselijke motorblok. Ja, ja inderdaad. Dus voor mijn idee is het toen, dat is het kantelmoment heet dat geloof ik tegenwoordig. Ja. Hè? Het kantel. Het punt wat we gezien hebben. Ja. Hoewel je tegelijk ook al zegt, ja, dat is ook gewoon harde politiek. Ik bedoel, Pechtold doet wat hem het beste lijkt. En hoe lang kun je daarin blijven hangen? Hij had wel iets slimmer kunnen spelen, toch, zeg. Ja? Ja, tuurlijk. Mag ik dan nu, mag Pechtold met zijn ervaring had moeten weten, als je die andere twee zo voor het blok zet, dat je gewoon voor jezelf ook barrières
opwerpt. Hè? Dat de goodwill voor jou ook en minder dat wordt. Dat is denk ik dan... En dat vind ik ongelooflijk van zo'n ervaren politicus. Ja. Dat hij op deze manier heeft gespeeld. Hij had ook met Gert-Jan Segers bij Lude lekker koffie kunnen gaan drinken. Gewoon zeggen, mooi luister Gert-Jan. Dat voelt uit leven. Hè? Kunnen we dat niet naast jouw zilveren stemakkoord? Dat is een alternatief van. Kunnen we daar iets? Dat had hij ook kunnen doen. Maar hij was gewoon van begin af aan van plan. Ik doe het niet. En hij heeft dus publiekelijk die enorme barrière opgegooid. En dat is, ja, ik vind het ontstellend onhandig. Tenzij straks blijkt dat daar zo'n hoge strategie achter zit. Waar wij allemaal te dom voor zijn. Ja, het zou kunnen. Nou ja. Het zou kunnen. En dan nog één ding over Cenk Willink. Daarom heb je nu Cenk Willink nodig. Om dit te herstellen. Ja. Ik wil graag het laatste kwartier met jullie uitgebreid. Want we hebben dan echt wel de tijd even voor ook. Even doornemen wat nu de mogelijkheden zijn. Laten we beginnen even. Hoe groot acht jullie... Waar is mijn glazen bol? Waar nemen we de kans rijk? Kijk, je zou het kunnen zeggen. Ja, als het, hè, er moet nog zoveel besproken en nog echt onderhandeld worden. Als het hier al zo chagrijnig is en zo moeilijk is. Hoe groot achten we dan de kans? Begin ik even aan deze kans. Geef je het echt een goede kans? Met GroenLinks bedoel je? Ja, met GroenLinks. Dit huidige kwartet. Motorblok en GroenLinks. Ja. Juist. Acht ik het een... Het is heel moeilijk, dat blijkt ook wel. Hoe het deze week is gegaan. Van eerst in de stadhouderskamer en vervolgens bij Cenk Willink thuis en dan naar het katshuis. Dus de besprekingen die gaan bepaald niet van een leien dakje. En ik herinner me de eerste keer dat het misliep, dat Rutte toch had gezegd, hè, er staat niet een punt, kom maar er staat een punt en hè, we zijn hier echt op vastgelopen. Dus om dat weer los te krijgen, ja, ik denk dat dat heel moeilijk is. Maar dat vind ik ook een beetje het mysterie wat je nu beschrijft. Want er is dus een hele harde woorden gesproken in het evaluatiedebat van het klappen. Ja. Principiële ondergrenzen. We zijn inhoudelijk. En Rutte verschool zich ook niet achter die andere drie. Zijn. Nee, wij de VVD hebben onoverbrugbare problemen met de standpunten van GroenLinks. En dan toch met de aanwezigheid van Cenk Willink werd in het tweede debat werd het al rustiger. De punt werd een punt, komma. Het woord principieel werd niet meer gebruikt. Met andere woorden, Frans Wijsglas. Lijken wij aan de vooravond zijn misschien toch van een doorbraak van een succesvol kabinet met GroenLinks erbij? Ik denk het wel. En even mijn gevoel voor wat het waard is, denk ik het ook. En ook als je een beetje kijkt naar de beelden, ook dat stukje van Buma wat we zagen. En ja, dit is hetgene waar Cenk Willink nu mee bezig is. Maar is uw gevoel ook datgene wat u het liefst wil of wat u het meest denkt? Ik wil het ook. Maar ik wil het ook. Ja, ik wil het ook. Ik ben er erg voor. Maar even los daarvan. Dat is niet zo interessant wat ik persoonlijk wil. Maar mijn politieke gevoel zegt me dat het gaat lukken. Ook als je die beelden van vandaag ziet. Maar ook als je heel clean kijkt naar wat de mogelijkheden zijn voor een meerderheidskabinet. We hebben het een paar keer gehad over het afserveren van de ChristenUnie. Dat is nu echt een feit. Dat is nu echt een feit. Ja, dan hou je dit over voor een meerderheidskabinet. Je gaat straks nog een andere vraag stellen, maar die komt dan wel. Dit hou je over. En ja, ik denk dat ze eruit. En ze kunnen zich ook niet permitteren als ze weer doorgaan, en ze gaan maandag weer door, dat het dan nog een keer misgaat met GroenLinks. Kan. Maar dat is wel, ja, dat kunnen ze zich eigenlijk niet permitteren. Waarom nog kunnen ze het dan niet permitteren, Frans? Het is misschien niet zo'n goede uitdrukking, niet kunnen permitteren. Ik zou het heel slecht vinden voor het imago van de politiek als dit voor de tweede keer na over ergens midden augustus of zo weer zou misgaan. Ze kunnen zich wel permitteren gezien, ja. Dus ik denk dat het gaat lukken. En nou ja, je vroeg het, ik zou het zelf heel mooi vinden. Met name vanuit het onderwerp klimaat. Ik denk dat het echt het moment is dat ook mijn partij, daar de VVD, wat grotere stappen zou moeten zetten. En daar helpt GroenLinks mee. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik het eens ben met de manier van financieren wat GroenLinks wil. Daar moeten ze dan keihard over onderhandelen, absoluut. Maar voor het klimaat zou het een doorbraak kunnen geven. En voor het hele beetje gevuld, wordt toch wat vrolijker. De politiek. Klaver is toch een vrolijke, moderne, leuke politicus. En als generatiegenoot van... Ons eigen Macron, zullen we zeggen. Ja. En als generatiegenoot van Cenk Willink zou ik dat leuk vinden. Ja. En die feestneus van een zeger spreekt u minder aan, begrijp ik. Ja, niet om de persoon, ik ken hem helemaal niet. Maar ik heb persoonlijk meer met GroenLinks dan met de ChristenUnie. Oh, ik hoor enorm knarsetanden van heel veel partijgenoten van mij nu. Ja.
Oké, dus wou ik nog even ook als laatste... Ja, ik weet, het is een beetje een glazen bol cup, maar... Ja, nou weet je, ik durf daar geen giffen op te nemen. Door, nee, ik ook geen giffen. Ze zitten als ze daar zitten en ze komen weer zulke grote barrières tegen... met oog op de gemeenteraadsverkiezingen ook die in maart volgend jaar komen. Ja, dan hebben ze helemaal geen moeite meer te zeggen... nou, ik laat het toch weer klappen, want het partijbelang is op dit moment nog steeds... hoger dan wat wij als kiezers eigenlijk allemaal zouden willen, het liefst. Ja, nee, en zolang, dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, misschien wordt het een minderheidskabinet. En zelfs, ja, ik gooi het maar op tafel, kan het ook nog zijn... wat notabene Alexander Pechtold mij zei. Ik zei, waarom ben je zo ongelooflijk... waarom hecht je zo weinig waarde aan de woorden van Mark Rutte... ik ga echt nooit met die PVV... Waarom hecht je daar zo weinig waarde aan? En toen zei hij, wou ik letten maar op mijn woorden. Er komt een moment, als het allemaal moeilijk gaat, informatie en zo... dat Mark Rutte gaat zeggen... Ja, mensen, ik heb echt alles geprobeerd. Echt alles, alles, alles. En ik wil het niet, het is niet mijn eerste keus. Maar er rest mij niets anders meer dan de PVV. Dus daarom snapte ik ook niet zo goed... want dat is voor D66 natuurlijk echt de hel als de PVV daar zou zitten. Tenminste, in een, wat hun politieke boodschap is. Ik begrijp ook niet zo goed dat hij dit zo onhandig heeft gespeeld. Maar ja, goed, dat was iets anders. Dus ik weet het niet. Ik hoop dat dit slaagt... maar wat ik hoop, ja, daar hebben ze toch een beetje maling aan. Ik hou zelfs nog een beetje rekening met een minderheidskabinet. En dat is natuurlijk voor ons allemaal ook wel leuker dan zo'n dichtgetimmerd regeerakkoord, hoor. Dat is waar. Toch veel leuker. Ja, ja. Oh, we gaan voor een minderheidskabinet. Ik vind het leuker, ook goed voor de parlementaire democratie. Voor ik ben voor. Ja. Mevrouw Van Balen, even ook bij u neerleggen. Er zijn ook geluiden, even los van wat je politieke voorkeur is. Die zeggen, ja, eigenlijk in deze tijd... waar toch een hoge polarisatie is. De verschillende denkbeelden worden alleen maar heftiger. Zou een minderheidskabinet een zegen zijn voor het land? Omdat je dan dus heel transparant... dus geen dichtgetimmerde akkoorden waar we het eerder over hadden... in de openheid van de Kamer... juist in alle openheid debatteert... tot standpunten komt, meerderheid komt. Dat is wat het land nodig heeft. Is er in die zin iets voor te zeggen? Ja, daar is zeker iets voor te zeggen. Kijk, er was in de jaren 80 en 90 was er heel veel kritiek op die dichtgetimmerde regeerakkoorden van zelfsprekende meerderheden. Waardoor de regering ook vrij makkelijk met voorstellen in de Kamer kon komen. Want het werd toch wel geaccepteerd. Als je een minderheidskabinet hebt, moet je gaan overtuigen. Dat hebben we trouwens ook gezien, omdat Rutte 2 had geen meerderheid in beide kamers. Dus hij moest ook meerderheden zoeken, moest meer debat voeren. Er waren ook meer partijen die dan iets voor elkaar konden krijgen. Het werd veel dualistischer. En ja, is niet per se slechter. En ik denk soms wel eens, ga eens kijken in Denemarken... waar ze al heel veel ervaring hebben met minderheidskabinetten... waar het over het algemeen ook behoorlijk goed gaat. Ja. Hoe doen ze dat daar dan? Dan zou ik dan gewoon adviseren van... praat eens met de Denen. Maar ik hoor u ook zeggen eigenlijk dat u het eigenlijk kansrijker acht... Of logischer, dat als dit toch weer klapt... dat er eerder een minderheidskabinet in beeld komt dan bijvoorbeeld de PVV. Ja. Meneer Wijsglas? Ja, absoluut. Ja. En de voordelen, ik zal het niet herhalen, maar de voordelen of de mooie dingen... het zijn echt mooie dingen die er in een minderheidskabinet zitten. Zoals het dualisme, het parlement, enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk heel prachtig. Dus ja, ik hoop als dit niet gaat lukken, dan hoop ik erg op een minderheidskabinet. En ik ben het niet eens met Pechtold via Wauke zelf... dat er een moment komt dat Mark Rutte gaat zeggen... toch maar met de PVV. Ik denk dat dat echt voorbij is. Hij is daar zo stellig over geweest. Trouwens, als hij zegt met de PVV, dan moet Buma het ook nog een keer zeggen. Die zegt dat absoluut niet. En dan heb je nog geen meerderheid. Dan moet je meneer, hoe heet die? Boda? Nee, dat is flauw. Nee, zeg. Ja, nee, dat is flauw. Dat is flauw. Dan moet je Thierry Baudet erbij vragen. Nee, serieus, om tot een meerderheid te komen. Dus dat, ik denk dat het nog geen goede werk is. En in tegenstelling tot 2010 is er ook toch wel in mijn partij wat veranderd. Ik was zelf altijd tegen de PVV als regering, zijn gedoogpartner. Dat is wel bekend. Maar ik hoorde wel tot een heel klein groepje binnen de VVD. Dat is wel veranderd. Hè? Na alles wat Wilders heeft gedaan, gezegd... Maar zou het nu inschatten, 50-50? Nou, dat weet ik niet. Maar er ontstaat veel meer rumoer in de VVD... wanneer het zou gaan gebeuren dan in 2010. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk nog eerder de Partij van de Arbeid... dat die dan weer in beeld zou komen. Ja, die voor die, dat kan de PvdA niet gaan maken. Nee, maar het is wel een getalsmatige optie natuurlijk. Getalsmatig, ja. Maar nog even over die regeerakkoorden, wat ik ook vind. Ik vind sowieso dat, los van alles, die dichtgetimmerde regeerakkoorden... kunnen helemaal niet meer. Als je ziet dat de wereld soms per dag
om op Nederland te heen, waar Nederland dan ook middenin zit, verandert. Hoe kun je nog in vredesnaam werken met regeerakkoorden voor 2, 3, 4 jaar? Dat is totaal waanzin. Wat nu zo leuk is, waanzin. Wat nu zo leuk is, dat zei Drees ook in de jaren 50. Echt waar? Echt waar. Wat een wijze man. Drees wordt nog steeds gezien als de beste premier die Nederland in de 20ste eeuw heeft gehad. Dus. Die was ook van de AOW, dus dat zal sowieso. Ik ga de zaal in, dames en heren. Als er nog mensen zijn die vragen of opmerkingen hebben, ik heb er zelf nog een paar. Is nog iemand? Ja? Dag meneer, wie heeft u een vraag? Nou, eigenlijk wel aan allemaal, want het ging zo over de, op het laatst over de PVV en de PvdA. Ik was heel verbaasd over meneer Abu Taleb. Die riep, nou, de PvdA, de PVV heeft verdiend om in het kabinet te komen. Dus laat GroenLinks en D66 maar liggen. Kijk eens aan, het toeval wil dat we dit voorbestaan. Dat is vrij vertaald, ik was het vergeten. Interview afgelopen weekend in het AD. Daar zeiden eigenlijk twee opmerkelijke zaken. De burgemeester van Rotterdam. 1, de PVV moet meepraten. Volgens mij hebben we dat net behandeld. Het tweede wat hij zei is dat die vluchtelingenverdragen wel degelijk moeten worden opengebroken. Ja. Omdat ze niet meer van deze tijd zijn en ooit vastgesteld zijn in een tijd dat we een heel ander type... Dat er maar een paar vluchtelingen waren. Juist. Heeft hij daar de hiccup van de formatie bij de strot te pakken? En is het een terecht punt, meneer Wijsglas? Ik ben geen heel groot deskundige op het gebied van die verdragen. Maar ik heb het idee dat hij zich toch vergist heeft. En dat zeg ik omdat er een reactie van Amnesty International kwam, van Eduard Nazarski, op dit interview. En die zei, Abu Taleb vergist zich. Die verdragen zijn niet zoals hij ze zegt. Dus, en, en ik ga er maar even vanuit dat Amnesty International dat wel goed weet. En wat ik interessant vind, dat zelfs iemand als Abu Taleb, die ik, het is mijn burgemeester, ik woon in Rotterdam, heel hoog heb zitten, ook persoonlijk, maar dat hij dit interview heeft gegeven, inderdaad, met twee baanbrekende punten erin, maar er is eigenlijk heel weinig gebeurd. Er is, ik geloof, één gemeenteraadslid in Den Haag, die heeft gezegd, Abu Taleb, van de Partij van de Arbeid, Abu Taleb is knettergek, nou, daar hou ik nooit zo van, dat soort persoonlijke rare kwalificaties. Maar er is ook in de Partij van de Arbeid eigenlijk heel weinig mee gedaan. Het ging als een nachtkaars uit. Dus dat geeft al aan dat het niet de punten raakte die nu echt spelen. Goed, ik ken nog één keer de zaal rond. Ja, twee vragen. Kom, denk u, ik bewaar u als toetje voor het laatst. Eerst deze meneer. Het werd een beetje gedaan alsof het de fout van Pechtold op dit moment zou zijn, die inschatting, hoe hij dat met Segers heeft gedaan. Maar als het inderdaad zijn analyse is dat Rutte alles doet om in de macht te blijven, is het dan juist niet heel sterk in een tijd waarin je in Frankrijk en in Amerika met Bernie Sanders het electoraat steeds meer richting idealen en principes ziet gaan en dat aantrekkelijk ziet vinden, om juist te zeggen, hey, wij laten het klappen op principes en Rutte die zegt, ik ben liberaal, die kan ik dan verwijten. Je kan wel liberaal zijn, maar wij hebben de principes. En jij doet alles om maar te blijven regeren met wie dan ook. Is dat juist dan niet heel erg sterk met het oog op, en dat is heel cynisch, op volgende verkiezingen? Dat is helemaal niet cynisch, een politieke realiteit wat u zegt. Dat laatste dan, hè? toch even, ja, als ik het even toch een klein beetje mag vertalen, ook even. Is het niet eigenlijk ten onrechte dat Pechtold nu de Zwarte Piet krijgt toebedeeld voor de hoge zuurgraad in de club? Hoort het niet gewoon bij harde politiek en heeft hij misschien tactisch het hard gespeeld, maar wel met het gewenste resultaat vanuit zijn perspectief? Nou ja, laten we zeggen, dit argument dan tegenover het landsbelang en boven je partij. Ik begrijp je vraag goed. Het wordt hem niet zozeer kwalijk genomen, denk ik, dat hij voor zijn principes is opgekomen. Maar wat wij ook gezegd hebben, alle drie, en zeker Wauke en ik, dat de procedure is niet een procedure zoals die moet gaan in een formatie. En misschien klinkt het heel formeel in uw oren, maar aan een formatietafel onder leiding van de informateur moet je niet even een 1-2'tje doen. Dat is meer wat hem wordt kwalijk genomen dan dat hij voor zijn principes opkomt. Dat heeft Klaver ook gedaan in de eerste ronde, voor zijn principes op de brief van migratie opkomen. Dat is prima, dat mag iedereen natuurlijk. Helder antwoord, dank u wel. Nu ben ik bij u uit. Had u ook een vraag? Ja. Waar u echt voor het laatst, hè? Ja. Dag meneer. Dag. Dank u, tot dusver. Een van de dingen waar volgens u het formatieproces door wordt gefrustreerd is het partijbelang. Dat het zo prevaleert, continu. Het partijbelang. Het partijbelang is zo prominent dat het eigenlijk het formatieproces frustreert. Dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al langer natuurlijk.
Maar ik zou wel graag uw creativiteit willen aanspreken door de vraag te stellen welke ingreep in onze democratische structuur zou u aanbevelen om dat partijbelang minder prominent te maken in onze democratie? En dan krijgt u 15 seconden voor. Ja. Goeie vraag. Nou, ja, heel kort, zo kort mogelijk. Het is het partijbelang, dat is natuurlijk altijd geweest, dat zeg ik daar ook. Maar ja. Het is ook wel politiek van deze tijd. En dan kom ik toch weer terug op Cenk Willink. Daarom is het ook wel zo mooi dat Cenk Willink nu teruggekeerd is. Die een beetje, ja, wat jij ook zei, de visie er weer inbrengt. Dus het gebeurt al een beetje in het proces. Maar meer door zijn persoon binnenhalen dan de structuur verandering. Nou, door zijn het soort politicus. Het soort, nou, staatsman is als een groot woord, maar is die wel een beetje. Een soort staatsman, ook minister van staat, wat ja. Hij is. En ja, ik was gisteren in een functie die ik doe. Ik zit in de raad van toezicht van een scholengemeenschap. En over de school waar ik middelbare school gedaan, maar dat geheel te zijn. Oh ja, verzwaar ook. Ja, Rijnlands Lyceum. ik volg daar af en toe ga ik in de klas zitten. Dat is heel erg leuk. En ik zat in de geschiedenisles gisteren. En daar hing een affiche aan de muur. En dan moet ik het goed zeggen uit mijn hoofd. Er stond: politici zouden minder naar de peilingen moeten kijken en meer naar de geschiedenisboeken. En dat vond ik een mooie uitspraak. En dat is een beetje het antwoord. Nou, niet het antwoord. Dat is een beetje een tegenbespiegeling. Ja. Maar het is inderdaad iets van alle tijden dat er... Ik bedoel, over kabinetsformaties wordt altijd geklaagd. Het is nooit is er een formatie geweest dat iedereen zei, nou, dat was even mooi. Het gaat te langzaam, te snel, te dicht. Er is altijd, is daar volop reden om over te klagen. Maar één die altijd terugkeert, altijd maar weer decennia lang. Ze moeten, ja, ze zijn als partij, gaan ze de verkiezingen in, maar dan moeten worden geformeerd en dan gaat het landsbelang tellen. En dan moeten dat partijbelang moeten ze achter zich laten, dat we vinden dat dat moet. Nu is het landsbelang, maar hoe doen die partijen dat? Ja. Dat is een hele moeilijke. Maar dat is wel een spelregel waaraan ze zich zouden moeten houden. En je ziet het wel als een formatie, in de geschiedenis ook, op een gegeven moment maar voortsleept en voortsleept en zijn 3-4 maanden verstreken, dat er dan dingen mogelijk worden die niet de dag na de verkiezingen mogelijk waren. Maar dan zeg maar, ja, maar het land moet toch geregeerd. En dan... Het wordt vanzelf vloeibaar. Juist. Ja. En daar zijn we nu nog niet, hè? We kunnen misschien nog een tijdje op wachten. Het is pas 85 dagen. De zomer nadert. Dat is ook stimulerend. De laatste vraag is altijd een belangrijke goede vraag. Altijd heel kort ook, strak geformuleerd. Ik wou één ding zeggen over... kijk eens even terug naar slow politics. Dat is een paar maanden geleden hier gehouden. En daar heeft Cenk Willink een half uur een fantastische forum gehouden. Staat hij ook op YouTube? Kijk dat maar eens terug. En dan herken je misschien hetgeen wat er nu gebeurt. Maar mijn vraag is aan de panelleden, een beetje treiterend. Wat geef je visies over nieuwe verkiezingen in september? Nieuwe verkiezingen in september? Ja. Als alternatief, als alles mislukt. Oh, hoe bedoelt u dat? Oh, ja. Oké. Okay. Geef je visie maar eens. Nou, ja, ik... Ik heb namelijk het woord herverkiezingen. Nee, niet ik ga het met deze in behandeling nemen. Even de mogelijke dreiging, misschien als extra druk op deze ding. Is het inderdaad denkbaar dat er zodanig... Er wordt al 9,5 weken gevraagd. Zo lang getreuzeld, geïrriteerd, dat ze zeggen, dan maar nieuwe verkiezingen. Ik stel hem toch even, de hele vraag. Ja, denkbaar is het wel. Formeel is het mogelijk. Ja, maar het zou, vind ik, en ik zie jullie ook al op die manier knikken, maar ik vind het, zou het heel erg slecht vinden. De burgers zijn met een hoge opkomst, de kiezers zijn met een hoge opkomst gekomen. En de politici, die komen met hangende pootjes na 8 maanden bij ze terug. Sorry, u moet het nog een keer doen. En als ik dan ook een keer naar het partijbelang kijk, ja, dan als dat gaat gebeuren, weet je wel welke partijen de garen bij spinnen. En dat zouden niet de partijen die mijn voorkeur hebben. Nee, maar het is ook niet landsbelang, vind ik. Omdat het geheel, het woord chagrijn is op een andere manier gevangen. Het geeft gevallen. Het geeft heel veel chagrijn bij heel veel mensen. En bij veel kiezers dat zij het mogen oplossen. En precies. Nou, neem maar over. Dat is het andere argument. Ja. Nee, maar mensen verliezen het vertrouwen. De politiek is al niet zo ongelooflijk groot. Daarom zijn we natuurlijk ook allemaal, met z'n allen zoals we hier zitten, schal ik zo in, opgelucht dat het populisme niet de allergrootste winnaar is geworden. Hè. Dat zie je gelukkig in de landen om ons heen ook. Maar als je dit soort strapatsen uit zou gaan halen, dan is dat wat nou net weer een beetje aan het herstellen is, dat krijgt dan zo'n ongelooflijk opdonder. Plus,
die versplintering, die haal je er echt niet mee weg, hoor. Je zit dan maar gewoon weer voor hetzelfde probleem. Dus dat weten ze daar in die stadhouderskamer, in die katshuistuin ook heel goed. Dus ik denk echt niet dat dat gaat gebeuren. Ga september maar gewoon lekker op vakantie. En het past ook in het geheel niet in de Nederlandse cultuur. De kiezers hebben gesproken, die geven de politici een opdracht. En die politici moeten daar ook uitzien te komen. En nou is het in Nederland zo dat formaties ook 5 maanden kunnen duren. Het record ligt op 7 maanden... En nieuwe verkiezingen is iets wat helemaal aan het eind van de horizon ligt. Maar dat vinden wij eigenlijk niet kunnen. Dat is nooit gebeurd, hè? Laatste vraag. Het komt eigenlijk op neer dat u in het landsbelang gewoon op vakantie wordt gestuurd. Dat is een beetje... laatste vraag. Dat was de ene laatste, dus kom een beetje mijn kant op. Je vraag. In hoeverre is een zakenkabinet in beeld? Dat gaan we ook toch nog even doen? Wat? Een zakenkabinet. Door diezelfde meneer Baudet meerdere keren aangehaald. Met geloof ik premier Pieter Omtzigt. Geloof ik dat daar. Nee, maar even los van de Baudet. Ja, dat is echt waar. Even los van de Baudet-variant. Er wordt soms wel eens over gesproken. Een zakenkabinet. Dat zouden de mensen zijn die dat. Ik weet nooit zo goed. Misschien Carla het beter. Maar ik weet nooit zo goed wat een zakenkabinet is. Maar je hebt wel eens ministers gehad die nooit in de politiek hadden gezeten. En die werden soms letterlijk uit het zakenleven, bedrijfsleven werden ze gehaald. Heel lang geleden, Langman. Ja, maar ook iemand gehad. Als Heinsbroek. Minister Weijers. Is dat als je een paar van die mensen hebt, is het een zakenkabinet. Dus ik heb geen goed antwoord, omdat ik zelf nooit zo goed weet wat het is. Wie die mensen dan moeten zijn. Ik heb trouwens nog wel een idee hoe het verder moet met de informatie met GroenLinks. Maar dat ga je misschien nog vragen. Maar hij heeft er ook niet gehoord. Dit was het, dames en heren. Goed dat u er was. Bij ons wel thuis. Nou, vooruit. Doe de oplossing dan even. Nee, maar het zakenkabinet was nog niet klaar. Maar... Ja, wel, volgens mij wel. Of wel? Want als je als kabinet mensen vanuit de maatschappij haalt, omdat je goede op die ministerspots wil hebben, dan haal je in wezen ook, er zijn ook gevallen bekend van ministers die niet eens bij een partij hoorden en niet die kleur hebben aangenomen, en wel die kleur hebben aangenomen later. Dus dat is al zoiets. Ik bedoel, je kunt toch van iedere politieke partij verwachten ze gewoon de goede mensen. Natuurlijk zitten ze er wel eens naast, weten we allemaal. Maar over het algemeen mag je ervan uitgaan dat ze capabele mensen daarvoor kiezen. En niet alleen maar kijken, wat heb je toch vroeger braaf die flyertjes rondgedeeld. Hoop ik. Ja, en het is, als het heel erg moeilijk gaat, dan is dat ook iets wat genoemd wordt. We zouden eigenlijk een zakenkabinet. Maar inderdaad, het gebeurt eigenlijk niet. En het is ook een onderschatting van het belang van politiek is ook een ambt. Het is niet zo dat als je maar mensen uit de samenleving, hup, jullie gaan nu regeren, dat het dan opeens goed gaat. Politiek is ook een vak. Ja. Het slotakkoord voor u, meneer Wijslas. U heeft het zelf buitengewoon spannend aangekondigd. Dus hier komt de semi-spontane vraag. Meneer Wijslas, heeft u misschien nog een oplossing voor de... Ik zei dat mijn gevoel, en ik heb eerlijk gezegd ook mijn wens zou zijn, dat het gaat lukken met GroenLinks. En Cenk Willink heeft zelf aangekondigd dat hij ermee stopt. Als hij ze echt aan tafel heeft gekregen in de stadhouderskamer, dan krijg je de vraag onder leiding van wie. Ah. En ik denk dat je met 2 informateurs zou moeten gaan werken. 1 informateur toch van de grootste partij, de VVD. En 1 informateur van het andere uiterste, zeg ik maar, GroenLinks. En dan moet je naar personen kijken. En ik denk dat bij de VVD je moet kijken naar iemand die goed gevoel heeft. En meer dan gevoel ook wil dat er een mooi klimaatbeleid in het regeerakkoord komt. Dan denk je iemand als Ad Nijpels, Winsemius. Voor Cenk Willink zei je Winsemius is wat oud. Maar nu zou je zeggen Nijpels of Winsemius. En aan de kant van GroenLinks Rozemuller bijvoorbeeld. Ja, zo gaan we. Ed Nijpels en Rozemuller. Niet Femke Halsma? Nee. maar, sorry hoor, we verlengen even toch 1,5 minuut. Waar zit hem dat in, dat verschil? Dat u zegt bij de een die wil en die ander vooral niet? Nou ja, u laat me kiezen. En dan zeg ik, ik heb liever Rozemuller dan Halsma. En maar waarom die voorkeur? Omdat ik hem een betere politicus vind. En waarom vindt u dat? Ja, ik kan nog niet goed antwoord op geven. Dit is serieus. Ja. Ik vind, ze zijn beide goede politici. Ze hebben fractievoorzitters van GroenLinks. Ik heb met allebei zeer intensief gewerkt. Met Femke in mijn voorzitterstijd. Met Paul Rozemuller een deel daarvan en daarvoor. En op een gegeven moment, wie vind je een betere schrijver? De Wauke van Schermburg of Carla van Baalen? Vind ik als schrijver vind ik Carla beter. Nou, ik snap het niet. Nee, maar ik zal u vertellen waar mijn verbazing zit. Zeker ook als je het boek van Femke Halsma Plus leest. Wat een zeer lezerswaardig boek is. Een leuk boek, dan valt enorm op, en ook als je het dan niet gezien hebt, dat zij een hele leuke relatie, een vrolijke relatie heeft met Pechtold en ook met Mark Rutte. Ik weet dat met Buma kan niet zo goed inschatten. Bij Rozemuller heb ik toch het gevoel dat er hier en daar wat chagrijn ontstaat op het moment dat hij überhaupt de Kamer binnenkomt. Nou ja, het is
Mijn mening. Oké, maar dat is belangrijk. Dames en heren, daarmee zijn we echt aan het einde gekomen. Zoals gezegd, voorlopig, zeg maar even tussen haakjes, kijk ik naar mijn eindredacteur Barbara Bos. De laatste tussen haakjes. Ik sluit niet uit dat er een vijfde komt, maar dan zijn we weer afhankelijk van wat er in Den Haag gebeurt. Ik dank u voor de aanwezigheid. Ik vraag u warm applaus voor niemand minder dan Frans Wijsglas, Wouter Scherrenburg, Carlo van Balen, Tom, dankjewel. Voor de rest zijn we natuurlijk het nichtje van politieke junkies. Maar we hebben in die zin één familiaire overeenkomst. Dat is namelijk dat de helft van het programma hier net in de zaal heeft plaatsgevonden. De andere helft zo direct aan de bar. Tot zometeen. Dank jullie wel. Dank je wel. I share with you my story. Would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I'd have sowed. Hey, hey. Well, let me tell you something. All that glitters ain't gold. Hey, hey. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody. Come and help me carry this load. I need a dollar.